Vandaag gaan een aantal jonge muzici, in leeftijd variërend van 14 tot 41 jaar, een auditie doen voor het YouTube Symphony Orchestra. Het Rotterdamse Conservatorium, onderdeel van de Codarts Hogeschool voor de Kunst, heeft gezegd van nou, wij gaan eraan meewerken. Samen met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, dat ook al zijn medewerking had toegezegd. En we gaan een aantal van onze mensen, onze studenten, maar ook mensen uit de regio faciliteren om een zo mooi mogelijke opname te maken. Mooi beeld, mooi geluid. En dat gaan wij voor ze uploaden naar YouTube. Het is zo surreal, want je bent niet bij elkaar en je kan niet reageren op elkaar. Dat is heel vreemd, zeg maar. Je moet met jezelf spelen, maar in de gedachte houden dat je met andere mensen ook speelt. En dat vind ik gewoon een beetje heel apart en een beetje eng ook natuurlijk. Het is echt belachelijk moeilijk, je onderschat dat toch wel. Ja, het is moeilijk. Ja, het is... De bedoeling was dat je naar New York gaat om in Carnegie Hall te spelen. En, ja, dat is eigenlijk wel een soort van droom altijd van me geweest. Nou, ik vind het allemaal één heel leuk groot avontuur eigenlijk. Ik vind het heel leuk bedacht. En ik vind het ook heel leuk dat het op internet komt en dat ze dan helemaal gaan mixen en zo. En het is natuurlijk ook heel leuk, ja, Carnegie Hall en zo. Maar dat moet allemaal nog maar blijken. En ja, het leek mij gewoon ook heel leuk om daaraan mee te doen gewoon.